Klimaatdemonstranten liepen donderdag opnieuw door het centrum van Nijmegen. Een week geleden organiseerden klimaatliefhebbers hun eerste protest in wat nu blijkt een reeks marsen. Dit keer kreeg de groep versterking. Leerlingen vanuit diverse scholen spijpelden om bij de klimaatmars te zijn. Evita Klaassen is een van deze leerlingen. Zij vertelt dat de klimaatprotesten van vorige week veel indruk hebben gemaakt op de leerlingen van het NSG Groenewoud. Sinds de protesten zeker. Veel mensen die letten veel meer op. Maar wij zijn ook, een paar mensen en ik, zijn ook bezig met proberen de school zover te krijgen om ook te doen aan afvalscheiding en dat soort dingen. Ik vind het eigenlijk gewoon belangrijk dat we nog meer aandacht scheppen voor het probleem dat het is. En dat de regering dus niet genoeg aandacht geeft. En we hopen dat door wekelijkse staken, of gewoon heel vaak te staken, dat dan de regering uiteindelijk besluit dat we iets moeten veranderen. De grote vervuilers moeten aangepakt worden, benadrukt initiatiefnemer Olaf Kemerink. Dat is ook de reden waarom hij voor de tweede keer deze maand het protest organiseerde. Ondanks dat Kemerink na de vorige keer geen direct antwoord van de gemeente kreeg, kreeg hij uit andere hoeken wel veel positieve reacties. Ik heb van veel mensen die me een bericht stuurden van dat ze het heel leuk vonden dat ik dit doe en dat mij ook daar echt in steunen. Ik heb weinig negatieve reacties ook teruggekregen. Had ik eigenlijk wel verwacht dat het nog wel meer zou zijn. Nou ja, je ziet ook na die scholierendemonstraties en al die Facebook comments ook altijd met zeurende mensen. Je ziet toch in het echt doen ze dat toch niet. We gaan in ieder geval volgende week weer. En we bouwen toe naar richting de klimaatmars van 10 maart. En wat we daarna doen, dat moeten we allemaal nog zien.